Paradijs, de nieuwe culturele hotspot. Wethouder verdeelt miljoen over design. En afzien bij de Army Urban Run. De oude kazerne en de loods op de hoek van de Paradijslaan en de Grote Berg moeten samen een nieuw cultureel hotspot worden. Annemoon Geurts en Koen Rijnbeek hebben plannen om er een internationaal podium voor de creatieve industrie in te beginnen. Stel je voor, 2600 vierkante meter ontmoetingsruimte. Het wordt helemaal expositie. En in die expositie kan je slapen, werken en eten en drinken. Er komen even grof gezegd twee restaurants, zeven guesthouses en drie boardrooms en een creatieve sociëteit. Dat wordt de financiële basis om exposities te gaan maken, om projecten te initiëren die bedrijvigheid aanjagen, om zo iedereen de toegevoegde waarde van de creatieve industrie ook daadwerkelijk te laten beleven. De panden hebben een oppervlakte van in totaal 2600 vierkante meter. Ze zijn eigendom van de gemeente Eindhoven. Vroeger was het een kazerne voor de marechaussee en de brandweer, maar er is al jaren geen onderhoud meer aan gepleegd en de gemeente heeft er ook geen budget voor. En wat we hier bij elkaar gebracht hebben is dat wij natuurlijk wel dat prachtige pand hebben en waarvan we ook graag willen dat het voor de samenleving en voor de stad ingezet wordt. Maar we hadden niet het geld zelfs om het echt op te knappen. Minimaal opknappen was 9 ton en echt een hele fundamentele opknap. Dat is in de orders van een aantal miljoenen, geschat is iets van 4. En aan de andere kant hadden we een initiatief dat er wilde landen, maar ook mensen die daarvoor het geld niet hadden. Het geld voor de renovatie van de panden probeerden twee ontwerpers via het bedrijfsleven binnen te halen. En de gemeente wil de panden aan Annemoon Geurts en Koen Rijnbeek gaan verpachten. En zij weten een manier om aan de ene kant het geld voor dat opknappen bij elkaar te brengen. Ze zitten te denken aan de ene kant om het te lenen, maar dan pas op een latere termijn af te lossen. En crowdfunding is tegenwoordig ook erg in de mode en heel veel mensen zijn er enthousiast over. Dus de verwachting is dat het lukt. Aan de andere kant moeten wij natuurlijk ook secuur zijn ten opzichte van de stad. Dus wij gaan voor een erfpachtconstructie. Dat betekent dat er toch wel gewoon geld binnenkomt voor het pand zelf. Maar waarmee zij ook wel een soort van zekerheid kunnen bieden aan mensen die ons leningen gaan verstrekken om dit mee mogelijk te maken. En die leningen, dat kan zijn in euro's, maar dat kan ook zijn omdat ze uren, kennis, kunde en netwerk inzetten. De ontwerpers moeten dus zelf de 4 miljoen euro bij elkaar sprokkelen om de panden te kunnen renoveren. Maar ondertussen zijn ze ook al plannen aan het maken om snel de deuren te kunnen openen. We willen wel tijdens de Design Week aankomende oktober in het loodsgedeelte een e-drink design organiseren, zoals we in het verleden ook deden op andere plekken in de stad. En dat zal al een pilot zijn. En dan daarna zo snel mogelijk open in de loods en langzaamaan de rest van het complex restaureren. We willen een plek creëren waar de creatieven hun opdrachtgevers kunnen ontmoeten. Maar waar verder gewoon iedereen welkom is. Het pand is straks in delen 24/7 te bezoeken, dus gewoon echt dag en nacht. Alle ruimtes die niet verhuurd zijn, zijn sowieso gratis toegankelijk. En we gaan één keer per jaar een open dag organiseren dat het hele pand open is. Maar iedereen is welkom om gewoon te komen kijken voor alleen een kopje koffie of een lekker stukje taart bij de koffie. Maar het duurt nog wel even voordat de gasten het kopje koffie met gebakje kunnen bestellen in de vernieuwde panden. Want de contracten met de gemeente moeten nog wel eerst getekend worden.